Een paar weken geleden sprak ik met Ot van Dalen over het verwerken van persoonsgegevens. Dat mag op zich prima, als je niet meer verwerkt dan noodzakelijk, als je transparant bent geweest, dus de betrokkenen weet waar die aan toe is en er toestemming is geregeld. Maar Ot zei nog iets meer. Je mag niet langer gegevens bewaren dan noodzakelijk. Maar dat is een raar begrip, want wat is nou langer dan noodzakelijk? Je stelt een heel belangrijke vraag. Hoe lang mag je persoonsgegevens eigenlijk bewaren? In sommige gevallen is het zo dat je gegevens inderdaad moet bewaren van de Belastingdienst. Nou, dan is het makkelijk, dan moet je het gewoon voor die periode bewaren. In heel veel gevallen is dat niet zo. Dan heb je daar eigenlijk geen richtsnoeren. En ook de privacy toezichthouder die geeft eigenlijk geen indicatie van hoe lang iets wel en niet bewaard mag worden. Wat je dan kan doen om uit te vinden hoe lang je het mag bewaren, is om jezelf de vraag te stellen, stel dat ik het 1 jaar bewaar, is dat genoeg? Stel dat ik het 2 jaar bewaar? En zo ga je het langzamerhand oprekken en kijken wanneer je het echt niet meer nodig hebt. En dat is ook belangrijk, dat moet je dan op papier zetten, zodat je aan jezelf onderbouwt, ik moet het zo lang bewaren, want daarvoor heb ik het nodig en daarna kan ik het weggooien. Dat op papier zetten is dus heel erg belangrijk, documenteren. Documenteren dwingt je allereerst om een beredeneerde beslissing te nemen over waarom je precies opslaat en hoe lang je dat doet. Maar het is bovendien lekker als je vervolgens de privacy toezichthouder langskrijgt en je hem kan laten zien, kijk, ik heb erover nagedacht, dit was mijn beredeneerde beslissing. Ja, ik heb zo'n 1200 datalekken gezien en degene die natuurlijk nieuwswaardig zijn, zijn degene waar het gaat om heel veel persoonsgegevens. En wat blijkt heel vaak, dat zijn webwinkels waar soms al 10, 15 jaar de data in de database op de website staat. Komt dat jouw beetje bekend voor? Ja, ik zie inderdaad heel veel datalekken waar eigenlijk niet is nagedacht over hoe lang gegevens mogen worden opgeslagen. En meestal wordt er dan ook niet nagedacht over of die gegevens moeten worden beveiligd. Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat mensen wel goed nadenken over wat ze mogen opslaan, maar dat ze niet goed nadenken over de beveiliging en dat ze bijvoorbeeld gegevens, zoals je zelf ook zegt, op de website zetten. Wat ik altijd zou adviseren is, de klantgegevens moeten direct naar een afgeschermd onderdeel van jouw automatisering worden verplaatst. En die website die moet alleen maar zijn voor publieke gegevens die waar iedereen toegang toe kan krijgen. Helder. Nou is natuurlijk ook die beveiliging is een verplichting. Hè? Het staat dan in de wet van conform de stand der techniek. Ik hoor heel vaak bedrijven zeggen, ja, wat is nou conform de stand der techniek? Wat moet ik daarmee? Ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag die krijgen we inderdaad vaak. Hè. De regels over de beveiligingsplicht zijn best wel vaag. En hoe pas je die nou eigenlijk in de praktijk toe op basis van jouw organisatie en op basis van jouw technologie? Mijn advies is, probeer het op papier te zetten en ga er met mensen intern over in discussie. En dan zal je zien dat je uiteindelijk wel tot een beredeneerde beslissing komt welke beveiligingstechnologieën passen bij de persoonsgegevens die jij verzamelt en de verwerkingen die jij daarmee doet. Ot, je bent advocaat gespecialiseerd in privacyrecht. En nou komt de boetebevoegdheid, eigenlijk de hele nieuwe wet bescherming persoonsgegevens, eraan. Het college bescherming persoonsgegevens wordt autoriteit persoonsgegevens, dat krijgt veel meer body. Gaat daar nu ook dreiging van uit? Zijn organisaties bezig met na te denken over privacy en hierop te reageren? Ja, tot voor kort adviseerden wij eigenlijk, dit zijn regels, je moet je eraan houden, maar als je er niet aan houdt, dan staat er ook niet echt de boete op. Nou, dat gaat dus veranderen. Vanaf 1 januari komt er een boete die tot €810.000 kan oplopen. En je ziet dat risico, daar worden bedrijven wel echt wakker van. Dus het zijn drukke tijden voor je? Ja, je ziet dat bedrijven wel serieuzer nemen, ja. Nou, dat is waarschijnlijk goed nieuws voor de privacy. Dank je wel voor deze uitleg.